start van de nationale actie Jeugd en Luchtvaart begon met een landing van een helikopter op het Malieveld midden in Den Haag. Uit het toestel stapte de directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst, de heer Bakker, met de door hem voor deze actie ontworpen affiche. De posterijen brachten jeugd- en luchtvaartzegels in omloop. De eerste hoeveelheid hiervan werd door de directeur-generaal van de PTT, de heer Neer, aan de voorzitter van het Nationaal Luchtvaartfonds overhandigd. Bij het rijdend postkantoor kon men brieven en poststukken laten voorzien van een bijzonder poststempel en van handtekeningen van bekende personen uit de vliegwereld. De pionier van de Nederlandse luchtvaart, Marinus van Meel, gezagvoerder Han Koper, de ballonvaarster Nini Boesman en de vliegerschrijvers Viruli en Van Veenendaal schreven vele malen hun naam neer. De actie Jeugd en Luchtvaart heeft ten doel Nederlands jeugd nauwer tot de luchtvaart te brengen.